Sandra, wat nu weer? Ja, Sandra, met Nele? Tongerlo coördineren. Ja, dat zie ik wel zitten, ja. 10 en 11 oktober. Ja, dat is oké. Ja, dat komt in orde. En een team samenstellen. 7 mensen. Er is al een selectieprocedure. Oké, ja, dat is goed. Dus zij komen eigenlijk deze namiddag op sollicitatiegesprek en ik leid die. Ja, dat is goed. Ik zal klaarzitten. Laat die maar komen. Ik ben er klaar voor. Ja, oké. Bedankt. Dag. Goedemorgen. Mag ik mij zitten? Ja. Ik ben een klein beetje zenuwachtig, maar ik heb iets meegebracht om het een beetje gezelliger te maken. Koffietje? Ik zal het eventjes uitgieten anders, hè. Nee, liever niet. Oké, maar dan misschien een koekje? Oké. Waarom ik mee wil naar Tongerlo? Ik denk dat mijn kwaliteiten daar uitstekend tot uiting kunnen komen. Ik doe niet liever als zorgen voor mensen. Dus als je bijvoorbeeld gevallen bent en je knie ligt open, ik plak daar met heel veel liefde een plakkertje op. Of je kan 's avonds niet goed slapen, dan kom ik je met veel plezier instoppen en ik vertel het mooiste bedverhaaltje. Ik ben ook heel goed in veters knopen, in brillen poetsen. Ik zie dat u een bril heeft, ik denk dat die een beetje vuil is. Zal ik even helpen? Dag. Kan u even vasthouden? Dankjewel. Het zijn mijn volgers. Mijn naam is Aline de Forsche. En waarom wil ik graag mee naar Tongerlo? Omdat dat mij heel veel likes zou opleveren. En mijn kwaliteiten, moet ik mij beperken tot 3 kwaliteiten? Dat wordt moeilijk. Wel, ik kan goed dansen. Ik kan goed zingen. Ik kan eigenlijk alles goed. Dat is dan in orde, denk ik. En voor de bagage, hoeveel kilo mag ik meenemen? Dat wordt toch opgehaald? Hallo. Wauw. Ja, mooi. Wacht even mijn bril opzetten. Mooie ruimte. Mag ik hier op deze prachtige stoel gaan zitten? Oké. Zeg, ik heb gehoord dat Aline ook aan mee mag naar Tongerlo. Ja, dat is keigoed. Hij is een keigoeie collega en ook met de studenten. Die is super betrokken, actief. Ja, en echt alles wat hij aanraakt verandert in goud. Fantastisch. Ja, daar ga je echt een goeie aan hebben. Ja, en waarom dat ik mee wil gaan naar Tongerlo? Ja, weet je, ik ben eigenlijk altijd wel heel goed gezind. Ja, echt altijd. Goed gemoed noemen ze dat. En ik help mensen heel graag. Dat is ook heel goed voor de studenten. Hè, als er iets is, ze hebben een beetje heimwee, want ja, ze kennen elkaar toch allemaal nog niet zo goed. Naar hun lief of hun, hè, weet ik veel, thuis. Dan ben ik daar om te helpen. Ja, dus ja, nee, ik denk dat mijn plekje wel kan zijn in Tongerlo. Ja. Zeg, ik ga dadelijk iets drinken, mijn lieve. Je weet wel, die andere toffe collega. Ga er niet mee? Ik ben Michael van Moer en ik kom solliciteren voor die functie in Tongerlo. Voor het begeleiden van studenten. Daar ben ik heel goed in, maar ik ben nog in heel veel andere dingen heel goed. Ik hou van genieten van het leven. Dus je kan mij inzetten om mee te komen genieten van die 2-daagse in Tongerlo. Ik ben dan daarvoor een goede coach. Je mag aan mij alles vragen, maar liefst niet te. Niet te. Want genieten, dat blijft voor mij heel belangrijk. Als je iemand nodig hebt om eens kort een babbeltje mee te doen of om eventjes bij jou te komen zitten, dan ben je bij mij aan het juiste adres. Want ik hou van babbeltjes en van genieten, maar ik vind het ook belangrijk om af en toe ook een beetje rustig ergens te kunnen zitten en te kunnen spinnen een beetje en te kunnen knuffelen. Dat is voor mij het belangrijkste. Voilà, dat zijn mijn positieve eigenschappen. Voilà. Ja, ik ben Nele Moens en ik zou heel graag mee willen naar Tongerlo, want ik ben heel behulpzaam. Dus
Als er iets is dat ik kan doen voor u, dan zeg het maar. Je moet maar delegeren. Je moet maar weten zeggen wat ik allemaal moet doen. Ik ben vrij handig. Ik kan heel veel lasten dragen. Ik heb hier nu ook de rugzakken bij van mijn collega's. En dat is voor mij allemaal niet. Je moet aan mij alles vragen. Dag. Ja. Waarom dat ik eigenlijk mee naar Tongerlo zou willen gaan, dat is omdat ik heel snel ben met creatief zijn. Ja, ja. En ik verzamel zo van alles in mijn schildje, waarmee dat ik zo heel leuke dingen kan maken. Kijk zo. Ik steek daarin ineen en ik weet altijd wat maken. Ik weet altijd wat maken. Ja, ja, in Tongerlo hebben we dat zeker nodig, zo iemand. Ja. Die zo zijn plan kan trekken met heel weinig. Dat kan ik goed. Dat kan ik goed. Maar ja. Ja. Ja, ja, ja. Kan dat goed. Maar soms ook niet. Soms ben ik een beetje bang. En nee, nee, misschien ga ik het toch niet goed kunnen. Nee. Nee, ik durf eigenlijk niet. Want de mensen zeggen niet dat ik dat goed kan. En dan ben ik bang. Nee, ik wil helemaal niet mee. Nee, sorry. Nee.